De Johan Adolf Pengel Luchthaven heeft onlangs een nieuw brandblusvoertuig in gebruik genomen. De brandweer te Sanderij bewerkstelligt de veiligheid van de luchthaven door hun personeel regelmatig te trainen en het materieel goed te onderhouden. Patrick Groenhaard, repressiecommandant Brandweer Luchthaven, geeft aan dat er een wezenlijk verschil is tussen Brandweer Luchthaven en Brandweer van de Stad. Brandweer van de Luchthaven is speciaal getraind voor vliegtuigbrandbestrijding, maar ze kunnen wel uitrukken voor huisbranden indien er geen vliegbewegingen zijn. Wanneer het personeel gealarmeerd wordt door middel van de crashbel, is het zo dat ieder gelijk in zijn crashpak moet stappen en plaats moet nemen op het voertuig. Wat we hier als interne procedures hebben, is dat men tenminste met hun blusjas, blusbroek en laars op het voertuig gaan zitten en de rest kan men dan op het voertuig gaan trekken. Maar belangrijk is dat we dan een reactietijd van maximaal 30 seconden moeten halen. Als ze op het voertuig hebben plaatsgenomen, is het dan afwachten op instructies van de bevelvoerder, want hij heeft dan contact met de verkeerstoren en afhankelijk van wat zich heeft voorgedaan, gaat men dan verder moeten reageren. De luchthaven en brandweerluchthaven zijn één lichaam, omdat de brandweer zorg is van de NV Luchthavenbeheer. Dit is geen nieuw voertuig, het is een gereviseerd voertuig. Het voertuig is, ik kan zeggen, zo goed als nieuw. Voor de deal waarvoor we hem hebben gekregen, was het een van de meest voor de hand liggende voertuigen die we hebben aangeschaft. En de bedoeling is wel dat er eentje op maat gemaakt wordt. En zoals ik heb vernomen van de directie en het beleidsbureau, is dat we voor dit jaar nog, het nieuw voertuig van de brandweer hier op Sanderij mogen verwachten. En een tipje van de sluier moet ergens in begin oktober al in Suriname arriveren. En dan zullen we sowieso ook met een beetje tamtam dat voertuig in gebruik nemen. De luchthaven en brandweerluchthaven zijn één lichaam, omdat de brandweer zorg is van de NV Luchthavenbeheer. Een jaar terug heeft de NV Luchthavenbeheer een overeenkomst getekend voor de overname van de vertrekhal. Op dit moment wordt er gewerkt aan de upgrading van de luchthaven. Binnen de bestaande faciliteiten die er zijn, zullen er aanpassingen gepleegd worden, zodat het prettig toeven is bij de aankomsthal, als ook bij de vertrekhal en bij het afzetten van passagiers.